Albert, ja, dadelijk de grote première. Hoe zenuwachtig ben je? Nou, ik heb heel veel berichten vandaag gekregen van niet zenuwachtig zijn, geniet nou vandaag gewoon. En dat doe ik ook echt. Ik ben echt van plan om te genieten van wat we gemaakt hebben. Ik ben heel benieuwd naar de reactie van het premièrepubliek. Maar ik heb voornamelijk heel veel zin in vandaag. We zijn er klaar voor. Helemaal klaar voor. Heb je ook de stroom gecontroleerd? Ja, ik heb het theater even extra aangesproken. Maar met een beetje hulp van boven komt het helemaal goed. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb met Albert natuurlijk al meerdere keren gesproken. En die heeft me een beetje op de hoogte gehouden van deze productie. Wat natuurlijk voor hem een hele bijzonder is. En ja, vandaag is het zover. Spannend. Hey, Jesus Christ Superstar en onder regie van Ivo. Wow, dat moet een spektakel worden straks. Nou, ik heb natuurlijk al wat dingen gehoord van collega's. Die zijn natuurlijk al naar een aantal try-outs gegaan. Ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het ook leuk dat er een ronde setting is. Dus een circus setting. Ik ga het meemaken. Ik weet in ieder geval eigenlijk elke tekst, elke zin, elk woordje van de Jesus Christ Superstar zelf. Omdat ik daar een hele grote fan van ben. Dus ik ga de versie van Ivo aanschouwen. Fritsje, Jesus Christ Superstar onder leiding van Ivo. Dat moet toch een spektakel worden? Nou, dat verwacht ik wel. En dat gaat het volgens mij ook worden. Het wordt rauw, is al aangekondigd. Het wordt ongepolijst. Jean Gu in de hoofdrol. Nou, die kan natuurlijk fantastisch zingen en vermoedelijk ook nog goed acteren. En dat onder regie van Ivo ten Hoven. Ik denk wel dat wij onze monden open gaan vallen. Elke ronde setting, hè? Rond theater eigenlijk. Ja, dat begreep ik ook. Dat het publiek zit rond het toneel. Dus natuurlijk mooi, want dan zit je er met je neus bovenop. Dus dat zal het alleen nog maar indrukwekkender maken. Ja, Joes, Jesus Christ Superstar, hoeveel zin heb je? Ik heb er heel veel zin in. Ik ben mega benieuwd. Het gaat waarschijnlijk bloederig zijn en een volksexecutie. Dat verwacht ik. Maar wel heel mooi uitgevoerd met waanzinnige spelers en zangers. Een heel andere setting, ook een ronde setting op het toneel. Ook publiek op het toneel. Ja, klopt. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat doen. Ik denk ook om dat gevoel te geven van dat het een volksexecutie is of een volksopstand. Om dat gevoel te geven, ook de omstanders, de mensen die ernaar keken en niks deden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in zijn werking gaat. Hey, wat is lastiger? Meedoen met de slimste mens of auditie doen voor een mooie musicalrol? Ik denk dat het allebei op een eigen manier heel lastig is. Maar bij allebei is het, je kan het winnen of verliezen. Dus in die zin is het heel vergelijkbaar. Ja, heel veel zin eigenlijk wel. Omdat de film is natuurlijk iconisch. En ik vind het heel leuk om Sean-Guy McCoy te zien in de rol van Jezus. En Lucas Hamming in de rol van Judas. Ik ken ze allebei goed van mijn tijd met 3FM. Maar vooral als muzikanten en niet als musicalsterren. Dus ja, ik ben heel nieuwsgierig. En volgens mij wordt het vrij episch. Nou, zijn het echt rockmuziek? Terwijl het eigenlijk weinig hoort op jullie op de radio natuurlijk, hè? Deze muziek? Ja, nou, het is wel een musical natuurlijk. En bij Radio Veronica is dat niet echt een musical zender. Daar heb je weer andere stations voor. Maar het is wel heel muzikaal. En dat is heel, heel fijn om bij te zijn en naar te luisteren. Arie, Jesus Christ Superstar. In een hele nieuwe setting, onder leiding van Ivo. Wat ga je ervan verwachten, denk je? Ja, heel veel. Ik kijk er echt naar uit. Ik heb wel vroegere versies gezien. Maar deze is natuurlijk weer heel vernieuwend. Dus ik kijk er heel erg naar uit. Hey, nu gaat het over de laatste 24 uur van Jesus Christ. Dus ook zijn laatste avondmaal. Wat mag er bij jou absoluut niet ontbreken op jouw laatste avondmaal? Oeh, dat is een hele moeilijke vraag. Want ik vind het zo ontzettend veel lekker. Maar als je het zo stelt, dan denk ik dat sushi is. Ja, dan zal ik toch zeggen, een goed glas wijn hoort gewoon bij een goede maaltijd. Wat mij betreft. En als je alcoholvrij drinkt, alcoholvrije wijn. Jeetje. Oesters. en vooral brood en wijn. Nou, ik denk dat we allebei het woord wel kunnen noemen wat we altijd zullen eten in onze laatste 24 uur. Dat is namelijk chocola. Ja, dat moet er zeker bij. Wijn, lekkere wijn. Ja, dus wat dat betreft had Jezus het al heel vroeg heel goed bekeken. Ja. Slagroom. Waarom dat? Omdat mij kun je wakker maken van slagroom. Het liefst zou ik vers brood van de bakker willen met gezouten roomboter en daaroverheen van die pure royale vlokken. En dan allemaal niet te veel en te dik, want dan overstemt het een en ander. Maar het moet de perfecte balans zijn en een strakke, straffe, zwarte bak koffie erbij. Niet ontbreken, een toetje. Nog speciaal toetje? Altijd mokka of chocola.
Heel veel goede witte wijn. Oesters en een lekkere pan mosselen. Zelf beleefd? Ah, ik vond het heel lekker gaan vandaag. En ik ben heel trots op de hele cast, Changu, Machtel, Ed en het hele ensemble. Het ging echt heel goed. Want ja, je hebt natuurlijk een hele korte tijd alles moeten repeteren en moeten instuderen, want jij inviel. Maar dat zie je echt niet aan af. Ja, professional, hè? Ja, oké. Maar goed, het is voor jou wel weer iets anders, hè? Want je hebt natuurlijk 7 jaar lang in een band gezeten en dan kom je weer terug op het podium. Ja, klopt. Maar ik heb een supergoeie vocal coaching gehad van Eva en Tim. Ivo is een geweldige regisseur. Dus eigenlijk is het dankzij hun hebben we met z'n allen zo'n goede sprint kunnen trekken. Changu, wat heb jij iets neergezet? Je hebt mij gepakt van de eerste seconde tot de laatste seconde van de dingen. Wow, wow, wow. Oh, wat ontzettend mooi en lief om te horen. Dankjewel. Hoe heb je het zelf beleefd, deze? Want het is toch heel erg wennen, denk ik, om met publiek ook op het podium te staan. Het is een hele bijzondere ervaring. En eigenlijk het feit dat het publiek op het podium zit, ja, dan voel je nog meer de momenten dat het publiek bijvoorbeeld een adem inhoudt. Of geëmotioneerd. De spanning vanuit het publiek, dat vond ik uiteindelijk wel lekker. Zeker voor de manier waarop we het verhaal nu hebben verteld. En ook omdat het gaat over... Ja, het gaat ook... over de massa. Het ensemble is zo'n belangrijk onderdeel van hoe we dit verhaal vertellen. Nu ben jij zanger eerste klas. Ik bedoel, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar hoe heb je dat dan dat spelen moeten inleren? Dat is natuurlijk voor een zanger heel wat anders dan voor iemand die van de musical academie afkomt. Nou, ik kwam er dus eindelijk achter in het ontwikkelen van mijn spel dat als het gaat om waar ik de emotie vandaan haal, ik denk dat mensen echte emoties willen zien, omdat dan pas geloof je het spel, denk ik. Maar als ik op het podium sta en ik zing mijn eigen nummers, dan ga ik ook naar een plek toe die misschien niet meer vers is, maar dat wakker ik wel aan om die echte emotie te kunnen spelen. Dus eigenlijk een beetje in de bron dezelfde techniek. En dat heeft heel erg geholpen. En daarnaast de regie van Ivo van Hoven, ja, heeft echt wel de acteur in mij naar buiten gebracht. Ja, want je hebt helemaal geen houden vast, want je hebt totaal geen decor of niets, hè? Nee, het gaat echt om het menselijke. Het gaat om menselijke interactie over groepen ten opzichte van één persoon. Het is minimalistisch, maar daardoor blijft wel de essentie over van het verhaal. Richard, ik was verbaasd over jouw lage, mooie basstem. Ja, ik zelf eigenlijk ook. Want ik ben eigenlijk een hoge bariton. Maar alles zakt als je ouder wordt. Dus bij mij ook de stem. Nou, ik verlies geen hoogte, maar ik heb er een cadeautje bij gekregen. Maar het is voor mij ook heel laag, hoor. Ik moet er wel op inzingen. Hoe is het voor jou om te spelen? Want je bent natuurlijk altijd gewend met uitbundende decors en decorstukken. Nu stond er geen millimeter decor op het ring. Hoe was dat voor jou eigenlijk? Want jij bent natuurlijk gewend om met decorstukken te werken. Ja, ik ben ook wel gewend om met minder decor te werken. En ik vind dat juist wel prettig. Je wordt er niet meer afgeleid. Dus je zult wel moeten. Mensen zien jou in al je naaktheid jouw rol vertolken. En je hoopt dat zo goed mogelijk over te brengen. Ze zitten ook nog een keer heel dichtbij. Maar deze rockopera vraagt erom om meteen in het verhaal te stappen. En dan zit je 1 uur en 3 kwartier in totdat de kruisiging begint. Dus ja, je kunt dit niet half doen. Ik vind het wel lekker. En hoe is het voor jou ook om met publiek op het podium te hebben? Ja, eigenlijk wil ik zeggen, het is wat naakter.
Maar je zult je spanning moeten vasthouden. Je kunt niet verslappen, want dat wordt meteen opgepikt en gezien. Maar je blijft gewoon in je rol, dus ik vind het eigenlijk wel een lekkere uitdaging. Hoe trots ben jij op je broertje? Ja, geen woorden voor. Ik ben echt overweldigd. Ik had nog helemaal niks gezien. Een paar foto's, maar ik stond er helemaal blanco in. En ja, ik ben gewoon echt overweldigd. Het was gewoon een, basically geen decor, maar zoveel leven in het stuk. En gewoon, ja, incredible. Amazing. Jouw broer, ja, die is de beste zanger van Nederland, dat weet iedereen. Maar qua acteren, daar was hij natuurlijk niet mee bekend. En dan gelijk met zo'n grote regisseur, hoe heeft hij dat ervaren? Ik weet niet hoe. Ik heb nog geen gesprek met hem gehad over hoe hij het hele proces heeft ervaren. Maar we zijn wel sinds van kinds af aan zijn we fan van het werk van Andrew Lloyd Webber, de musicals, Jesus Christ Superstar. En het maakt zoveel sens dat hij nu op dit podium niet alleen maar muziek doet, maar dat hij ook dat acteren kwijt kan. Want het is gewoon het vertellen van een verhaal. En daar heeft hij die passie voor. Dus ja, als ik hem zo zie, dan denk ik van ja, dit klopt. Want hij is een verschrikkelijk goede verhalenverteller. Dat doet hij met zijn stem. Maar nu heeft hij ook nog zoveel meer podium om een verhaal te kunnen vertellen. Dus ja. Hoe komt het bij je binnen? Nou, ik moet zeggen, het komt binnen. Dat is één ding wat zeker is. En ik moest in het begin een heel klein beetje wennen. Want een musical wordt natuurlijk heel erg ondersteund regelmatig met teksten. Gesproken teksten, waardoor je het verhaal goed kunt volgen. Nou spreekt dit verhaal natuurlijk wel voor zich. Maar op een gegeven moment dan zit je er helemaal in en de kast is waanzinnig. Dus ik vond het een hele mooie voorstelling. Wat vond je van de opstelling dat er ook publiek op het podium zat, dat eigenlijk een soort piste was en dat ze eigenlijk rondspeelden en totaal, maar ook echt totaal geen millimeter decor was? Nee, de kast is eigenlijk het decor. En de mensen die daar zitten zijn ook een beetje decor. Maar op een gegeven moment dan wordt het brood en de wijn uitgedeeld en dan zijn ze daar ook een onderdeel van. Dus ik denk dat het heel leuk is om daar te zitten. Omdat je dan een keertje letterlijk op het podium kunt zijn en het van dichtbij kunt voelen. Dus ik vond dat leuk. Het is anders. Het is niet een decor zoals je dat verwacht met heel veel pracht en praal. Maar juist met dit verhaal past het denk ik heel goed. Barry, net de première gehad van Jesus Christ Superstar. Wat vond je ervan? Zeer indrukwekkend. Ivo Verhoef heeft natuurlijk wat gaande is in de hele wereld op dit moment, heeft hij natuurlijk ook verwerkt in het hele fenomeen van Jesus Christ Superstar. De diepe emotionele lading van hoe de mensen elkaar verraden, ophemelen, kapot maken, de hypocrisie. Het is zeer indrukwekkend. Ik vind het ensemble geweldig. De energie wat op afkomt. Het is wel een denker. Ivo van Hoof heeft ons wel allemaal aan het denken gezet. En dat heeft hij op een voortreffelijke manier gedaan, vind ik. We hebben net de première gehad van Jesus Christ Superstar. Hoe kwam hij bij je binnen? Ja, geweldig. Wat ik van tevoren niet wist, is dat ik de stoelen op het podium had. Dus je zit letterlijk in de scènes. Je krijgt wijn als de wijn gedronken wordt. Je krijgt brood als het brood gedeeld wordt. En dat zorgde ervoor dat je nog meer in die voorstelling zat. En daarbij is Xiangyu fantastisch. Ik ken de film al sinds ik klein ben. Ik ken de soundtrack al sinds die tijd. Maar ik vind dat Xiangyu hem ook echt wel overtroffen heeft. Hij heeft het zo goed gedaan. Dus ik ben diep onder de indruk. Zag je ook een beetje de hand van Ivo daarin? Alleen maar. Wat Ivo heel goed doet, is de duistere kant van de mens laten zien. En wat ik in deze voorstelling voor het eerst heb gezien, is hoe mensen de ene keer met je zijn en de andere keer tegen je zijn. En dat draaien van eigenlijk opinie, dat komt in deze voorstelling heel goed naar voren. En daar ben ik wel diep onder de indruk van. Ja. Lieve kijkers van Omroep Land van Kuik, Jesus Christ Superstar, we zijn officieel van start gegaan. We hebben een hele eigen tijdse en eigenzinnige versie van een iconische musical neergezet. Ik heb allemaal fantastische mensen om me heen in de cast. De regie van Ivo is heel bijzonder. En ik denk dat je dit absoluut niet mag missen. Dus zie je hopelijk gauw in het theater.